Kunstdicht Almkerk is 2,5 jaar geleden ontstaan. Na de beruchte, bekende tentjesfeesten in Almkerk hadden we het idee, we moeten eigenlijk in de winter eens wat doen. En we wilden dat niet in het kader van de buurt doen, maar echt voor heel Almkerk en ook door heel Almkerk. En zo zijn objecten ontstaan, geïnspireerd door Glow Eindhoven, om eerlijk te zijn. En zo hebben we die objecten zeg maar allemaal bedacht. En we zijn half jaar geleden begonnen, of in mei begonnen met bouwen. Tot de zomer. En na de zomer zowel woensdagavond als de hele zaterdag gewerkt. Nou, ons bestuur bestaat uit 7 mensen. Maar zoals gezegd, door en voor Almkerkers en omgeving. Dat zijn de scholen die allemaal meewerken. De 3 scholen hier in Almkerk. Nou zeg maar de werkende en de niet werkende. En de bejaardenhuizen. Alle mensen die daar wonen hebben ook een steentje bijgedragen. Dus, maar ook heel veel medewerkers. Ik denk dat we gemiddeld met zo'n 30 mensen gewerkt hebben. Kunt u een voorbeeld geven van de scholen wat die gedaan hebben? De Eilenborg, daar hebben we het project Waterwereld. We hebben op 3 plekken vissen, zeepaardjes, kwallen uitgezaagd. En die zijn op school door de kinderen zelf beschilderd met lichtgevende verf. En dat is te zien dus door speciale teelbak lichten die vissen op. En de andere, de halm, daar hebben we een schimmerspel. Dat hebben we geprojecteerd, maar er is ook een unit waar kinderen zelf hun schimmerspel kunnen spelen. Hallo, de zeevier! Mickey Mouse! Hoe hebben jullie dit voorbereid? Nou, we zijn 2,5 jaar geleden op het idee gekomen en gezegd, hoe gaan we dat doen? Het moet een wandelroute worden. We willen niet dat mensen met de auto gaan rijden. Dat kan ook eigenlijk niet, want je kunt er maar de helft zien. Dus we hebben gezegd, oké, wat voor objecten hebben we daar? Dus de Alm, we hebben een bos, we hebben scholen, we hebben bejaardenhuizen, de muziektent. En daar hebben we omheen iets verzonnen, bedacht. En sommige ideeën hebben we doorgestreept, weer een nieuwe idee ontwikkeld. En zo zijn de 18 objecten ontstaan. En uiteindelijk zijn het er 20 geworden. Hoe is het allemaal gefinancierd? Nou, we hebben allereerst een begroting gemaakt en toen gezegd van als we de helft van de begroting door sponsoring bijeen kunnen brengen, dan gaan we starten. Dat hebben we 1,5 jaar geleden zijn we daarmee begonnen. We hebben fondsen aangeschreven zoals het Prins Bernhard Fonds, Oranje Fonds, de gemeente Woudrichem, de Rabobank, het Rivierenland Fonds. En daar hebben we allemaal positieve reacties op gekregen. En we hadden snel de helft binnen, toen hebben we gezegd we gaan van start. Daarnaast hebben we ook gezegd we gaan ook proberen in het dorp wat geld op te halen, niet langs de deur. We hebben dat gedaan door middel van wij noemden dat de bedelbrief. De eerste keer in mei hebben we een leuk bedrag binnengekregen. En nu in september hebben we het weer gedaan. En de bijdragen zijn super. Heeft u nog tips voor nieuwe bezoekers? Ja, gewoon de route volgen. Want dan kun je het meeste zien en horen. Bij sommige projecten moet je ook inderdaad even gaan staan en de muziek beluisteren. En dan reageert het licht op muziek. Zo hebben we een aantal projecten, dus bijvoorbeeld de lichtorgel, de bloemenweide. Daar zie je dus, naarmate de tonen van de muziek hoger worden, zie je ook fellere verlichting. Hoeveel uren is er nou totaal in dit hele project gegaan? Nou, dat hebben we gisteren als bestuurders even uit zitten rekenen. Als je dan ook de scholen meerekent, de bejaardenhuizen, alle vrijwilligers, ook die in de avonduren dingen hebben gemaakt, komen aan ruim 13.000 uur.